Buik, borsten, billen. Het begon met een kleine advertentie in een Drentse krant. Een training om buik, borsten en billen in vorm te krijgen. De oproep om te gaan werken aan BBB intrigeerde. Onder meer omdat de zomer er weer aankwam. Ik erheen, hoewel het bedoeld was voor vrouwen. Leek me leuk voor een reportage. Kon ik geen kwaad, dacht ik. Op dat moment was ik meer dan 100 kilo, mijn conditie bleek belabberd en ik bewoog even soepel als een zak portlandcement. Bij nader inzien bleek de BBB-sessie minder geschikt voor mij. Sam Schild, want het was in zijn sportschool, stelde iets anders voor. Ik weet de exacte naam van de training niet meer, maar ik slingerde met kabeltrossen, sloeg op de zandzak en bokste met een vrouw, wat een apart, om niet te zeggen, fijn gevoel gaf. Na een uur was ik volledig kapot, maar voelde me gek genoeg ook fit. Die ene training vormde een keerpunt. De week erop ging ik hardlopen, kreeg na 200 meter een zweepslag, maar liet mij niet door ontmoedigen. Zodra de kuit weer goed voelde, liep ik opnieuw het bos in en nam me voor weer serieus te gaan sporten. Ik rende af en toe, ging zaalvoetballen met dorpsgenoten, werd lid van een echte club en kocht een mountainbike. Het ging met ups en downs, de ene week beter dan de ander en soms een tijdje niet, maar na een poosje zei iemand, bij het zien van een foto van mij in een pak, waar is de bierbuik van Herman gebleven?